Ik open de vergadering van de tijdelijke commissie ICT in het kader van onze hoorzitting. Ik heet van harte welkom mevrouw Sneller, professor of IT Value bij Nyenrode Business University. Dat is zo ongeveer het enige Engels dat we vandaag laten vallen als het goed gaat. Namens de commissie, mevrouw Bruinslot, de heer Ulebelt, de griffier mevrouw Lemaire, de heer Van Menen en mevrouw Fokke. We gaan het met u over een aantal dingen hebben. U bent een gewaardeerd lid geweest van onze al even gewaardeerde klankbordgroep. Dank u. We hebben dus eerder in ander verband gesproken. U heeft meegeholpen, meegekeken, ook met de eerste bevindingen. Daar waren we erg blij mee. Ik wou eerst uzelf even introduceren, als u het goed vindt, aan de hand van een paar vragen. Uw eerste baan, hadden wij ergens opgedoken, was algoritmen bouwen. Wat is dat en waarom is dat iemands eerste baan? Ja, wat is dat? Ik ben benieuwd waar u die omschrijving vandaan heeft, want zelf zou ik dat woord nooit zo gebruiken. Okay. Ik heb econometrie gestudeerd, dat is toegepaste wiskunde. En wat je dan doet is dingen uitrekenen. En wat ik bijvoorbeeld heb uitgerekend is als je benzineauto's hebt en die moeten op een snelweg benzinestations bevoorraden, hoe je dan die auto's zo makkelijk mogelijk laat rijden. Nou, zo'n berekeningsmethode, dat is een algoritme. Dus dat was mijn eerste baan inderdaad. En hoe kwam er dus op dat te gaan doen? Hoe kwam ik daar zo bij? Ik vond wiskunde leuk en economie leuk. En dan is econometrie een voor de hand liggende keuze. Ja. Heel goed. U bent hoogleraar IT Value. Wat is dat? Wat moet ik daaronder verstaan? Nou, waar ik naar kijk is, wat mij ook heel erg interesseert, is als je nou IT hebt en je zet dat in, wat dat dan betekent, met name voor de bedrijfsvoering. Dus als je IT gebruikt, levert dat dan iets op. En dat is dan die IT value. Dat kan financieel zijn, maar het kan ook wat anders zijn. Bijvoorbeeld levensgeluk van bejaarden, demente bejaarden, als je daar automatische intelligentie bij gebruikt. Ja. U heeft ook wel eens omschreven, las ik ergens, als toegevoegde waarde van informatietechnologie. Ja. Zou je eigenlijk ook niet gewoon kunnen zeggen het nut? Nut, ja. Zo zou je dat ook kunnen noemen, ja. En kun je ook zeggen, ik heb veel van u gelezen, de hele commissie ook natuurlijk, het zou verdraaid handig zijn als je eerst eens heel goed gaat kijken of je wel IT nodig hebt. En wat voor soort IT dan, en waar en wanneer. Dus dat je vooraf eens een beetje scherper kijkt. Nou, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat IT is niet makkelijk. Dat je vooraf goed bedenkt wat je ermee wil bereiken. En dat het dan ook makkelijker maakt om dat daadwerkelijk te bereiken. Het is eigenlijk toch een open deur, hè? Maar niettemin is het iets dat buitengewoon vaak wordt nagelaten. Ja, ik denk dat vind ik ook een heel leuk vak. Dus het nodigt ook uit om er onmiddellijk mee aan de gang te gaan. Maar soms is het wel handig om daar eerst even over na te denken. Nog één ding, u was ook CIO, Chief Information Officer. Daar komen we allemaal nog over te spreken. Maar u werkte ook bij Vodafone. Tele2 heeft dus ook veel in het bedrijfsleven rondgekeken. Ja, ik heb met name in het bedrijfsleven gewerkt. Na mijn studie ben ik eerst 15 jaar gewoon in allerlei IT-managementposities werkzaam geweest. En daarna ben ik inderdaad iets van 15 jaar CIO geweest. Dus in gewoon Nederlands de baas van de computers. Hoewel computer natuurlijk ook Engels is. Ik hoop dat ik u zo enige mate heb geïntroduceerd aan de hand van een paar vragen. We gaan beginnen met het inhoudelijke stuk. De heer Van Menen en ik zullen bij u in de voorhoede spelen. Maar de rest van de commissie zit er niet voor niks bij. Let altijd buitengewoon goed op. En kan ook op ieder moment dat ze iets aanvullends te vragen hebben, u ook ineens iets gaan vragen. Meneer Van Menen. Ja, mevrouw Sneller, goed u weer te zien. U heeft veel ervaring met ICT-projecten. U bent daar ook in werkzaam geweest. Misschien moet u daar nog even iets over zeggen, waar u allemaal gewerkt hebt. Waar ik gewerkt heb, nou misschien dat de laatste drie het meest relevant zijn. Ik heb gewerkt bij Interface. Die maken tapijttegels. Heuga is hun bekendste merk. Daar was ik CIO van wat Amerikanen noemen overseas. Dat wil zeggen ongeveer 30 landen die niet in Amerika liggen.
En daarna ben ik werkzaam geweest in de telecomsector, bij, ook weer als eindverantwoordelijke voor de computers, bij Tele2 en bij Vodafone. Ja, en hoe heeft u daar toegevoegde waarde gecreëerd? Ik denk zeker in telecom, daar geldt dat pas als de IT-afdeling klaar is, kan een product naar de markt toe. Want pas dan kan je het product bestellen, kan je het product factureren en kan je de klant aansluiten. En het time to market, dus de eerste op de markt zijn, is heel doorslaggevend in telecom. Dus bij het op de markt zetten van nieuwe producten is IT cruciaal. En dat is dan een van de waardes die je probeert toe te voegen. En namelijk zo snel mogelijk de nieuwe diensten te ontwikkelen in IT, waardoor die naar de markt kunnen en je dus eerder bent dan je concurrenten. Nou, wij hebben eerder al in gesprekken met u kunnen vaststellen dat u een goed zicht hebt op faal- en succesfactoren ten aanzien van ICT-projecten. En ons onderzoek richt zich natuurlijk met name ook op de rol van de overheid. En kunt u de commissie eens meenemen in de belangrijkste verschillen tussen het management van ICT-projecten bij de overheid, respectievelijk bij het bedrijfsleven? Ik kan daar op een aantal verschillen ingaan. Ik denk dat één belangrijk verschil is die rol van de CIO, dus van de eindverantwoordelijke voor de IT-dienstverlening. Die bestaat ongeveer in het bedrijfsleven sinds een jaar of 30, is ooit in Amerika begonnen en is daarna eigenlijk de wereld over gegaan. En dat was natuurlijk omdat IT steeds belangrijker werd voor het realiseren van organisatiedoelstellingen. Nou, ook bij de overheid is die geïntroduceerd. Dat is in Nederland in 2008 geweest. Ook weer naar aanleiding van een eerder onderzoek, maar dan van de Rekenkamer. En toen is besloten om op alle ministeries een CIO te benoemen. Dat is inmiddels ook gebeurd. Maar de rol van die CIO is wel anders dan die in het bedrijfsleven. Over die CIO, Chief Information Officer bij de overheid, komen we straks nog even apart te spreken. Ja. Maar eerst nog even, denk ik, wat de heer Van Meenen bedoelt. In meer algemene zin, kun je nou verschil zien tussen de aanpak van IT-processen bij de overheid en bij het bedrijfsleven? Ik denk dat daar wel verschil in zit. Ik denk dat er bij de overheid een aantal complicerende factoren zijn. Wij spreken van de overheid, van buiten af gezien, maar de overheid bestaat eigenlijk niet. Je hebt altijd de Rijksoverheid, de lokale overheden en die zijn min of meer gelijk geschakeld. Dus het is niet zo dat één daarin de baas of de leiding heeft, maar de diverse overheden zijn gelijk geschakeld. En dat maakt het besturen van IT-projecten wel ingewikkelder. Ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Een ander belangrijk verschil is dat als ik teruggaan naar mijn onderzoeksgebied, de waarde van IT is, in het bedrijfsleven wordt dat over het algemeen in geld uitgedrukt. Dat is relatief makkelijk. Bij de overheid is het niet altijd zo dat waarde in geld wordt uitgedrukt. Maar dat kan ook gezondheid, levensgeluk, onderwijs. Dat is niet zo makkelijk om in geld te meten. Dus het bepalen van doelstellingen, meetbare doelstellingen, is bij de overheid ook een stuk moeilijker. Dus dat zijn een aantal verschillen die het doen van ICT-projecten bij de overheid of het bereiken van doelstellingen met behulp van ICT bij de overheid wel wat complexer maken. Speelt de omgeving daar ook een rol in? Functioneert de overheid in een andere omgeving dan het bedrijfsleven? Ja, de omgeving is wel anders. Maar de overheid zit natuurlijk in een glazen huis en wil ook transparant zijn. Maar ik denk zeker in het grotere beursgenoteerde bedrijf, daar geldt eigenlijk wel datzelfde. Daar moet je ook heel transparant zijn. Je moet voortdurend cijfers publiceren. Je moet aandeelhouders op de hoogte houden. Dus die transparantie is wel een complicerende factor, maar is niet zo kenmerkend voor het verschil tussen de overheid en zeker het grotere bedrijfsleven. En zou de overheid wat u betreft kunnen leren van hoe ICT gemanaged wordt in het bedrijfsleven? Waarbij ik niet wil zeggen dat ik denk dat je van elkaar kan leren. Ik denk niet dat het bedrijfsleven het per definitie beter of slechter doet. Maar ik denk dat er een aantal zaken zijn waar het bedrijfsleven het misschien wat makkelijker heeft. Als ik dan iets mag noemen, dan heel is graag, dat zoveel mogelijk zelfs. Dan denk ik dat over het algemeen er wat meer IT-kennis binnen bedrijven zit.
Zeker als je praat over sectoren als telecom. Daar is eigenlijk iedereen weet van IT. En dat is bij de overheid toch wel wat minder. Dus dat is denk ik een van daar komen we zo ook nog op terug. Waar je van elkaar zou kunnen leren. Dat die basis van kennis, dat wel heel wezenlijk is voor het goed werken met IT. Even naar de risico's. Hè. Er wordt wel eens gesteld dat dat in het bedrijfsleven vooral financiële risico's een rol spelen en in de politiek ook persoonlijke en politieke risico's. Hoe kijkt u daarnaar? Herkent u dat verschil? Tot op zekere hoogte. Ik denk dat zeker bij de grotere bedrijven reputatierisico net zo speelt als bij de overheid. Een van de belangrijke zaken bij bijvoorbeeld een telecomoperator is, je stuurt een factuur uit. Je wil niet dat die te laag is, want dan mis je natuurlijk geld. Maar je wil ook niet dat die te hoog is. Want daarmee benadeel je een klant. En dat is voor die klant natuurlijk sowieso niet netjes. Maar het is ook een reputatierisico. Dat kan potentieel in de krant komen. Nou, en datzelfde geldt een beetje voor de overheid, denk ik. Daar is het in de krant komen is natuurlijk nog wel belangrijker en een grotere factor dan in veel van het bedrijfsleven. Maar reputatierisico's die loop je overal en die worden ook steeds belangrijker. Maar kunt u daar voorbeelden van, dat bedrijven op een negatieve manier of personen binnen bedrijven op een negatieve manier in de publiciteit zijn gekomen als gevolg van ICT-falen? Ik denk als je naar radar of kassa kijkt, daar komen allerlei onderwerpen aan de orde, maar zeker ook ICT-dingen die niet gegaan zijn zoals gepland. Ja, daar kijk ik wel eens naar. Ja. Maar, en dan zie ik een heel groot bedrijf genoemd worden, maar dat is nog iets anders dan echt persoonlijk reputatierisico, denk ik. Of ziet u dat anders? Het is hier misschien niet zo netjes om op persoonlijke zaken in te gaan, maar als het nuttig en interessant is voor ons onderzoek. Ja, als je in zo'n programma optreedt, dan heb je daar zeker een reputatierisico. Daar geldt dat wel degelijk. Okay. Nog even terugkomend op wat u al even kort noemde, dat gebrek aan kennis bij de overheid. Ja. ICT-kennis dan. In hoeverre kan dat het falen van ICT-projecten in bevorderen, zal ik maar zeggen? En wat is daar nou precies aan te doen? Ik denk dat het goed is om eerst vast te stellen dat er een tekort aan IT-kennis is. Daar is de overheid overigens niet uniek in. In Nederland hebben we gewoon een tekort aan IT-kennis. In bedrijven wordt dat dan opgelost door over de grens te kijken. Ik heb leiding gegeven aan een IT-afdeling waar ik veel naar het buitenland had uitbesteed, maar ook mensen intern had rondlopen. En daar had ik 100 mensen en daar had ik 21 nationaliteiten. Dus dat tekort aan IT-kennis is zeker niet uniek voor de overheid, maar is een nijpend iets in heel Nederland. En misschien is het wat makkelijker om dat binnen het bedrijfsleven op te lossen. Misschien kan je daar wat makkelijker over de grens kijken. Maar, even tussendoor. Ja? Van die 100, hoeveel had u er zelf in dienst? Of die 100 waren op onze payroll. Die waren bij ons in dienst. Ja. Nee, want we hebben ook een voorbeeld gehad hier 2,5 week geleden. Van, ik geloof, 100 man-vrouw van buiten en eentje die binnen zat. Dat is een beetje ongezond, hè? Laten we het zo zeggen. Ik heb dat ook wel meegemaakt, maar daar altijd een einde aan gemaakt. Want ik vind dat onwenselijk. Je hebt namelijk, als je ergens gedetacheerd zit, heb je een ander belang, of een mogelijk ander belang. En je wilde namelijk zo lang mogelijk zitten. Dat is jouw, kijk, je wil je brood verdienen en dat mag iedereen willen. Dus dat is een rechtvaardigde streven. Maar dat is niet altijd in dezelfde lijn als het streven van de opdrachtgever om projecten af te ronden. Dus ik denk dat het belangrijk is om binnen zo'n IT-afdeling mensen te hebben die dezelfde kant op bewegen. Of daartoe gestimuleerd worden. Ja, er is ook een veronderstelling dat het voor de overheid sowieso heel moeilijk is om kennis vast te houden. Hè, ook omdat het bedrijfsleven daaraan trekt. Kijkt de overheid wat dat betreft ook te weinig over de grenzen met het binnenhalen van kennis? Ja, zoeken we het binnen hetzelfde wereldje? Dat vind ik heel moeilijk om dat te beoordelen. Ik weet niet of jullie
mensen van over de grens in dienst mogen nemen. Dat weet ik gewoon niet. De kennis daarvoor ontbreekt mij. Maar als het zou mogen, zou u het aanbevelen? Ik denk dat het goed is om zeker een basis te hebben van mensen die je zelf in dienst hebt. Omdat je daarmee die belangenrichting creëert. Dat je dezelfde kant op je belangen hebt. Ja, maar zegt u nu eigenlijk dat de overheid misschien te smal zoekt? Te weinig kijkt naar wat er internationaal ook aan kennis beschikbaar is? Dat vind ik dus heel moeilijk om te beoordelen. Maar ik weet wel dat er te weinig IT-kennis is in Nederland om aan de vraag naar IT'ers te voldoen. Nog één vraagje op dat punt. Dat gebrek aan IT-kennis bij het hoger management, hè, dat is zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven het geval. Waarom is dat zo'n nijpunt? Ik kan me wel iets bij voorstellen, maar ik vind het ook goed om het uit uw mond te horen. Namelijk dat er vermoedelijk te weinig betrokkenheid is bij het management over de beslissingen die worden genomen. Kunt u daar iets meer over zeggen? Nou, betrokkenheid is één, maar iets wat zeker ook bij de overheid speelt, wat ook uit een aantal van die rapporten komt, dat is het optimisme. Kijk, je ziet allerlei mogelijkheden van IT. Ik vind het ook een heel inspirerend vak. Er kan van alles. Het is wel goed om je even te realiseren dat er wel heel veel kan, maar dat het niet vanzelf gaat. En dat het ook niet morgen klaar is. En dat er van tevoren even nagedacht moet worden en dat het ook geld kost en dat er mensen tijd in moeten stoppen. Dus ik denk dat gebrek aan draagvlak, dat kan één probleem zijn, maar een ander probleem is een heel groot optimisme over wat de techniek allemaal kan en hoe snel dat allemaal wel niet kan. En dat vind ik wel een risico. Ik pik het nog even op bij die CIO, dat vreselijke woord, Chief Information Officer. Hoofd IT misschien? Ah ja, goed. De baas, weet ik wat. In een Nederlandse context misschien, maar u bent in het nationale bedrijf. U bent het geweest. Wat is de beste plek binnen de overheidsorganisatie, denkt u? Dat is toch tenminste iemand die ergens tussen de secretaris-generaal in zou moeten zitten en de directeur-generaal, de beleidsdirecteur-generaal op zo'n departement, anders dan doet hij toch voor spek en bonen mee? Of ben ik nou verkeerd bezig? Nou, u suggereert de vraag niet, of u suggereert mijn antwoord, waar ik het overigens wel mee eens ben. Ik denk de rol, een groot verschil tussen de rol van de CIO in het bedrijfsleven en die bij de overheid is de bevoegdheden. Kijk, in het bedrijfsleven, daar is de CIO eindverantwoordelijk. Maar heeft daarmee ook de mogelijkheden om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Bij de overheid is de CIO vooral adviserend en zit dan ook nog niet erg hoog in de organisatie, over het algemeen. En daarmee is die positie wel heel moeilijk. Je kan er vrij makkelijk omheen. En ik denk dat een belemmering is voor het op een hoger pijl brengen van die IT-verantwoordelijkheden en het functioneren van IT. U zegt het heel beschaafd en wetenschappelijk. Hm. Maar eigenlijk zegt u, hij zit er voor spek en bonen bij en iedereen die kan hem omheen spelen. Nou, dat vind ik wat te makkelijk gezegd, want ik denk ook als persoon kan je natuurlijk ook invloed hebben los van je formele hiërarchische positie. En ik denk dat het CIO-stelsel in de afgelopen jaren echt een positie heeft verworven. Dus in die zin denk ik dat het zeker een goede positie heeft gekregen en dat er veel werk goed besteed is. Ik denk dat het te makkelijk is om er omheen te kunnen lopen. Ik deed ongetwijfeld tekort aan die CIO's die op persoonlijke titel gezag hebben weten te verwerven en dingen voor elkaar krijgen. Ja. Maar structureel gezien bent u het eens met de stelling dat zo'n functionaris veel hoger in de boom op zo'n departement zou moeten zitten en veel meer te vertellen zou moeten hebben? Ik denk in elk geval dat, nu bestaat het risico dat het adviserend is, dus dat het een vinkje halen is en dat je dan vervolgens toch je eigen weg gaat. Ik denk dat het zo ingericht zou moeten zijn dat dat niet meer kan. Dus ofwel dat de CIO meer beslissingsbevoegdheden krijgt, ofwel dat er ergens tegen het in de wind slaan van een advies in beroep gegaan kan worden of iets dergelijks. Want wat is precies dan de toegevoegde waarde van zo'n informatieofficier? Nou, hij moet iets tegen kunnen houden, neem ik aan.
Iets tegen kunnen houden. Of de goede kant uit kunnen duwen. Ja, wel de goede kant op kunnen sturen. En ik denk nu... Kijk, ik noemde net al dat technisch optimisme. Daarmee bestaat het risico dat de CIO, die als het goed is wel van IT weet, altijd een slechte boodschap heeft. Hè, want die moet altijd zeggen van dit is niet realistisch. En vervolgens kan dat voorbijgelopen worden. En daarmee creëer je dus eigenlijk je eigen probleem in je IT-projecten. En dat vind ik gewoon niet handig. Dus daar waar de IT-kennis wel is, kan die dan voorbijgelopen worden. En ja, dat is niet handig. Maar dat moet dus iemand zijn die ook, hoe je het ook noemt, of maar doorzettingsmacht heeft. Iets kan beslissen. Ja, zo heet dat bij de overheid, begrijp ik. Ja. Hoe zou u het noemen? Ja, dat is gewoon... Bevoegdheid. Bevoegdheid, een line management bevoegdheid. Ja, precies. Ja. En was u verbaasd toen u erachter kwam dat hij daar eigenlijk niet was bij de overheid, voor zo'n soort functionaris? Ik heb dat stelsel, de oprichting van dat stelsel vanaf het begin gevolgd. En ik denk dat dit een van de... Een minder gelukkige invulling is. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen... waar je ook voor moet waken is dat je zo'n CIO als een deus ex machina... een soort duizend dingen doekje ziet... die alle problemen die je met IT kan hebben wel eventjes zal oplossen. Een soort krachtpatser, Batman en Robin tegelijk. Ik denk dat dat... inderdaad een risico is, maar je kan een CIO benoemen en zelf ook je IT-kennis op peil brengen. Je kan het een doen en het ander niet laten, zal ik maar zeggen. En dat heeft uw voorkeur? Ik denk dat het belangrijk is dat er bij de overheid, wat voor een groot deel gewoon een IT-fabriek is, hè, een administratieve of een informatieverwerkende veelheid van organisaties, dat daar kennis moet zijn op ieder niveau van hoe je die informatie dan goed verwerkt. Ulewelt. Ja, wij hebben begrepen dat in Engeland inmiddels de functie van CIO is afgeschaft. Bent u daar bekend mee? Waarom is dat? Ik ben daar niet bekend mee. Ik neem aan dat u dan de Engelse overheid bedoelt, ja. Want in het Engels bedrijfsleven, daar ken ik er velen. Ik ben daar niet bekend mee, dus ik kan daar ook geen commentaar op de achtergrond geven. Ik weet wel dat daar... in Engeland dat men over het algemeen heel gestructureerd bezig is met hoe je nou zo'n organisatie rondom projecten, rondom IT-projecten neerzet. En dat er bijvoorbeeld ook, dit wist ik dan niet, maar dat er ook wordt gewerkt aan het definiëren van eigenaarschaprollen in projectmanagement. Dus dat daar ook hard aan wordt gewerkt om dat te verbeteren. Maar zou er een idee kunnen zijn, we hebben in Nederlandse bedrijven met machines, hebben we ook geen chef machines... op het hoogste niveau. Hm. En dat ze zeggen, IT is zo normaal, dat moet iedereen moet daar verstand van hebben en verstandige dingen over kunnen zeggen en dus ook besluiten. Nou, dat laatste ben ik het zeer mee eens. Wat nog niet wil zeggen dat je niet dat je per se de specialist op dat gebied, dat je daar de functie voor zou moeten opheffen. Ik denk, in het bedrijfsleven heb je natuurlijk ook de CFO, ik zal dan zeggen financieel directeur. En ook bij de overheid trouwens. Wat nog niet wil zeggen dat de rest van de besluitvormers geen verstand van financiën of administratie zou mogen hebben. Dus ik denk dat die basis die moet er zijn. En het specialisme kan zeker in organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan informatieverwerking wel degelijk van belang zijn. Afrondend, wat is uw op dit punt dan? Wat zou uw concrete aanbevelingen zijn? Rondom de huidige manier waarop het met die CIO's bij de overheid geregeld is, om het beter te doen? Nou, ik denk dat de adviesfunctie, dat die te vrijblijvend is. En daar kan je dus, je kan of zorgen dat zoals dat dan heet, doorzettingsmacht krijgt. Bevoegdheden krijgt. Ofwel zorgen dat als een advies in de wind wordt geslagen, dat daar dan... Elders weer wat van gezegd kan worden. Want je kan natuurlijk ook gewoon oneens zijn. Hè? Kijk, de CIO heeft ook niet per definitie gelijk. Maar nu kan het advies te makkelijk in de wind geslagen worden. En ik denk dat het goed is om daar wat aan te doen. Dus zover zat ik er niet naast met die spek en bonen. Nou ja, dat vind ik dus echt een disqualificatie voor wat er aan zo'n tafel, denk ik, gebeurt. Want als persoon kan je nog steeds wel degelijk invloed hebben. Meneer Van Meijen. Nou, in dat verband wordt ook vaak het woord regie gebruikt. Ja.
En wij weten van u als lid van de klankbordgroep dat u daar uw opvattingen over hebt, over de regierol van de overheid. En u vindt, bij mijn weten, dat die nogal moeizaam is. Kunt u daar voor onze commissie en de luisteraars en kijkers eens wat uitgebreider op ingaan? Ja, nee, ik denk projectmanagement, dat is bepaald geen nieuwe discipline. Hè. We doen al vrij lang projecten en daar zijn ook methodieken en zo voor. In die methodieken zijn ook rollen afgesproken. De overheid gebruikt veelal de PRINCE 2-methodiek, maar er zijn meer methodieken, maar ze lijken allemaal erg op elkaar. En twee belangrijke rollen daarin zijn die van opdrachtgever en opdrachtnemer. Die rollen die zijn uitgewerkt. De opdrachtgever is met name verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen. En de opdrachtnemer, ofwel projectmanager, is vooral opgesteld om ervoor te zorgen dat de stappen genomen worden die nodig zijn om die projectdoelstellingen te realiseren. In al die projectmanagementmethodieken komt het woord regie niet voor. En als ik dan een aantal voorbeelden mag noemen van hoe dat dan naar voren komt in IT-projecten. Ik heb er een paar opgezocht. Ik heb gewoon op de site van de Tweede Kamer gekeken en naar het woord van regie gezocht. En dat kwam toevallig vrij veel voor in IT-projecten. Kijk, soms lijkt het te worden ingevuld als een soort opdrachtgevende rol. Zo wordt bijvoorbeeld door de auditdienst van het ministerie geconcludeerd dat bij aansturing van een programma geen aandacht was voor de business case. Waardoor er onvoldoende regie was op functionaliteit, geld en tijd en de risico's in de verantwoording hierover. Nou, daar lijkt de regie dus een soort van verlengstuk van opdrachtgeverschap. Maar dan is er weer een ander geval en daar geeft de minister aan de regie naar zich toe te hebben getrokken. Formeel ligt die volgens de minister bij lagere overheden en bij een BV waarvan de overheid aandeelhouder is. De minister vindt echter dat zij een soort totale verantwoordelijkheid voor het systeem draagt. Ze heeft de regie naar zich toegetrokken, maar geeft direct wel aan dat de regie over een onafhankelijk bedrijf is. Ja, hoe wil je daar de verantwoordelijkheid voor nemen als dat een onafhankelijk bedrijf is? Dat lijkt mij heel moeizaam. Nog weer een ander geval, daar wordt de regie over een ICT-project tegelijkertijd gevoerd door de minister zelf, door een door de minister benoemde implementatieorganisatie, waarbij die laatste organisatie faciliterend is, maar ook een opdrachtgeversrol heeft. Ja, ik kan dat niet rijmen met hoe je het regelt in een project. Misschien dan nog een laatste voorbeeld. Dat is in een rapport van de Rekenkamer. Daar constateert de Rekenkamer een onduidelijkheid over de term professionele regie. En dan met name in uitbestedingsrelaties. Waarbij je een partij hebt die diensten aan jou levert. En de overheid dan een regierol definieert. En over die rol bestaat onduidelijkheid. Dus ja, ik denk dat woord regie, als je daar invulling aan wilt geven, dan zou je erover na moeten denken wat dat dan in zou moeten houden. Want dit is verwarrend en leidt daardoor tot mogelijke excuses wanneer dingen niet voor elkaar komen. Dus als je zo'n regierol zou willen definiëren, bijvoorbeeld wanneer er meer partijen in het spel zijn, ja, dan moet je daar toch echt wat aan de onderbouwing in de methodiek daarvoor doen, in mijn ogen. Ja. Ja. Collega Baarslot, aanvullend. Nog even aanvullend vraag, want ik kunt u nog iets meer uitleggen? Want u zei zo net, de regierol kan gebruikt worden op het moment dat er mogelijke excuses, als een mogelijke excuusrol. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat is mij niet heel duidelijk. Nou kijk, in projectmanagementmethodieken is een belangrijk uitgangspunt dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. En dus de verantwoordelijkheden voor een project zijn dan onderscheiden en aan die verschillende rollen toebedeeld. Op het moment dat je een nieuwe rol definieert en je hangt daar onduidelijke of geen verantwoordelijkheden aan, ja, dan wordt het gewoon moeilijk om daar achteraf op aangesproken te kunnen worden. En ik zie dat dus als een risico. En daarbij vind ik ook dat ja, je kan, als je eenmaal een verantwoordelijkheid hebt, dan kan je natuurlijk al het werk uitbesteden, maar die verantwoordelijkheid die blijf je altijd houden. En ja, dat vind ik een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van ja, welk project dan ook. Dat betekent eigenlijk, als ik het goed begrijp, dat u zegt van doordat er een regierol is, maar ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden over verschillende actoren verdeeld zijn, dan op het moment dat het niet goed gaat, dat aan het eind de slotsom is dat eigenlijk niemand verantwoordelijk is, omdat alles overal belegd was.
Ja, en onduidelijk belegd, dus al dan niet belegd. Dus het kan overlappend belegd zijn dat meerdere mensen dezelfde verantwoordelijkheid hebben of meerdere partijen. Het kan ook zijn dat bepaalde gaten zijn gevallen. En die methodieken die zijn er nu juist voor om ervoor te zorgen dat, ja, dat het volledig dekkend is. En vindt u dat dat met name, u zei er net al iets over, vindt u dat dat met name gebeurt bij de overheid in constructies waarbij er nog weer een andere partij aan de overheid gerelateerd feitelijk de uitvoering doet van het project? Hè? Dus bijvoorbeeld werk.nl bij UWV, een zelfstandig bestuursorgaan, een stichting bij het elektronisch patiëntendossier, et cetera. Ja, verwart dat nog verder? Zijn het juist die situaties waarin het onhelder wordt of is het eigenlijk altijd een woord wat we zouden moeten vermijden? Nou, ik denk dat je een woord waar geen definitie aan hangt, dat moet je in dit soort constructies sowieso vermijden. Ik denk wel dat als de juridische structuur al zo is dat er geen hiërarchische of vanzelfsprekende verdeling van verantwoordelijkheden is, dan maak je het jezelf al moeilijk. En dat is inderdaad zo bij bijvoorbeeld die ZBO's, zelfstandige bestuursorganen. Waarbij de leiding of het bestuur geen hiërarchische verantwoordelijkheid hiërarchische verantwoordingslijn richting de minister heeft. Dus die zijn in principe vrij om hun binnen de kaders van de wet, want ze worden dan wel binnen een wet opgericht, daar hun taken uit te voeren, maar die hoeven daarover geen verantwoording af te leggen. Maar nou even los van het woord regie, zelfs dat in dit soort situaties vermijden. Hoe zouden die verantwoordelijkheden dan goed belegd moeten worden, zodat daar niet rolverwarring of onhelderheid ontstaat tussen bijvoorbeeld het Rijk en zo'n zelfstandig bestuursorgaan? Nee, ik ben geen jurist, dus dat is moeilijk omdat ik ben een echte IT'er, maar ik denk dat dat ook te moeilijk is voor de IT'ers om dat op te lossen. Dus ik denk dat je daar bij de oprichting van zoiets al naar zou moeten kijken. Van hoe ligt nu precies de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld voor ICT? En is het überhaupt een handige constructie dat je van het Rijk verlangt dat er verantwoordelijkheid wordt genomen, terwijl de juridische structuur dat eigenlijk al, ik wil niet zeggen onmogelijk maakt, maar in elk geval niet erg makkelijk maakt. Heeft u de indruk dat daar bij de oprichting van dit soort organen naar gekeken is? Gezien de effecten? Nou, ik heb niet de oprichting van het UWV diepgaand bestudeerd. Maar ik kan me voorstellen dat ICT-aspecten of dit soort aspecten, dat die daar niet direct aan de orde komen. Maar zou u ervoor pleiten om voor bestaande zelfstandige bestuursorganen, et cetera, goed te kijken, nog eens een keer goed te kijken naar hoe die verantwoordelijkheden exact verdeeld zijn? Ik denk dat dat heel wezenlijk is. En als ik daar dan een voorbeeld in de toekomst van mag noemen. Kijk, op dit moment krijgen de gemeentes natuurlijk veel meer taken. Daar zullen ook, want dat is ook gewoon informatieverwerking, zullen ook IT-taken bij komen. Ik geloof dat we in Nederland 304 gemeentes hebben. Als daar 304 IT-standaarden gaan ontstaan en 304 IT-afdelingen en 304 verschillende technische oplossingen voor bepaalde zaken, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het nog moeilijker. Ja, dan wordt het moeilijk. Ja, dat ben ik met u eens. Over moeilijk gesproken. Wij komen nu, gaan we proberen om een spaat dieper te steken. En eens met u te kijken wat er nou gebeurt als er allerlei wijzigingen in projectdoelen bij ICT-projecten bij de overheid worden aangebracht, hoe de overheid daarmee zou moeten omgaan en of bepaalde dingen niet anders en beter zouden kunnen. Daarbij gaan wij tegenkomen de termen agile, function creep, scope creep en nog zo van dat soort dingen, waarbij ik vast even aankondig dat wij een emeritus hoogleraar tekstkwaliteit, de heer Jan Reinkema van de Universiteit van Tilburg, hebben gevraagd om met ons onderzoek mee te kijken. Om ons, maar vooral ook Nederland, te helpen daar gewone normale Nederlandse termen voor te vinden, zodat we niet als tovenaarsleerlingen onder elkaar over IT zitten te praten, maar dat gewoon ook iedereen kan meepraten. Dat is een ambitie die we in ieder geval proberen te hebben. Een enkel woord was hij zo vriendelijk alvast voor ons te vertalen. En ik kijk ook met u mee of u daar wat in ziet. En dan gaan we proberen om het op die manier te doen. De eerste vraag is dan een algemene.
Welke risico's brengen tussentijdse wijzigingen van projectdoelen of van omvangen, wat we dus bij de overheid nogal eens zien, met zich mee? Nou kijk, het makkelijkste is natuurlijk voor een projectmanager die iets uit te voeren heeft, als de precies vaststaat wat hij of zij moet uitvoeren in de komende tijd. Want dan is het een soort van, ik wil niet zeggen oogkleppen voor, maar in elk geval recht vooruit en naar het einde toe. Nou, dat is iets wat maar zelden voorkomt en dat geldt voor de overheid, lees ik in de stukken, maar dat geldt in het bedrijfsleven net zozeer. Het is meer een soort laveren van voortdurend kijken hoe de wind waait en dan toch dat einddoel in de gaten houden. Dat is meer zoals het gaat. Wat daarbij denk ik wel heel wezenlijk is, is dat je aan het begin in elk geval een soort punt maakt waarin wel helder is wat je aan het begin voor projectdoelstellingen had en wat daar dan bij hoorde in tijd, geld en functionaliteit. Dus bijvoorbeeld, wat zal ik zeggen, je wil een bepaald systeem moderniseren. Of, nou, laten we zeggen, je wil voor de WMO een systeem voor de gemeentes maken. Dat is dan je doel. Dat ondersteunt de nieuwe wetgeving. En dan heb je tijd, geld en functionaliteit, dus schermen en computers die daarbij horen. Nou, dat doel en die tijd, geld, functionaliteit, dat hoort altijd bij elkaar. En het is handig om dat aan het begin van een project heel helder te hebben. Nou, dan tijdens een traject. Handig of eigenlijk noodzakelijk? Eigenlijk noodzakelijk, ja. Ja, want je moet eigenlijk dat nulpunt moet je eigenlijk wel vaststellen. Kijk, en helemaal pas op het eind weet je wat je uiteindelijk gemaakt hebt. Hè? Dus helemaal dicht krijg je dat nooit, maar in elk geval zo goed mogelijk. En waarbij ook dat doel heel belangrijk is. Hè? Dus het gaat niet alleen om tijd, geld, functionaliteit, maar ook dat doel wat je ermee wilt bereiken. Zodat als het ietsje anders gaat, dat je dat doel wel altijd helder voor ogen hebt. Nou, dan tijdens zo'n traject, dan verandert er van alles. Want de wereld die verandert voortdurend. Zolang daar maar een beheersproces omheen zit van het veranderen van het doel en het veranderen van de bijbehorende tijd, geld en kwaliteit, blijft dat allemaal wel lopen. En kan je ook op een gegeven moment zeggen van oké, door als je dit er ook bij wilt hebben, dan haal ik het niet meer binnen de tijd. En als nou net het doel was om voor 1 april klaar te zijn, omdat dan de wetgeving operationeel wordt, ja, dan moet je dus zo'n wijziging niet doen. Dus zolang dat maar een soort van beheersproces is, dat wijzigingsproces, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met het doel en de bijbehorende tijd, geld, functionaliteit, ja, dan blijft dat beheerst en doe je bewuste besluiten. Het wordt al minder handig als wel de tijd, geld, functionaliteit wijzen, bijvoorbeeld door tegenvallers, technische tegenvallers, financiële tegenvallers, mensen die ziek worden. Dan gaat die tijd, geld, functionaliteit veranderen, terwijl het doel eigenlijk niet anders is. Dat is al vervelend, want dan haal je je budget niet, zal ik maar zeggen. Maar ook dat kan gebeuren. En zolang dat maar een proces blijft waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemer dat weten en aan elkaar daarover rapporteren en naar oplossingen zoeken, dan kan dat. Kijk, als zoiets binnen de projectorganisatie blijft hangen, dus er veranderen dingen en er worden geen besluiten meer overgenomen, dan is het niet, dan is dat wat mij betreft, ja, dat zou je scope creep kunnen noemen, dus je bouwt extra dingen erbij zonder de opdrachtgever ervan op de hoogte te stellen. Dat vind ik, dan gaat het niet goed. Even dat woord, scope creep. Ja. Ja, dat is dus eigenlijk domeinverbreding of projectvervaging, dat suggereert Renke maar om te zeggen. Ja. In ieder geval, je gaat ineens meer doen zonder dat je vertelt dat je meer aan het doen bent of je zelfs daar maar van bewust bent. In ieder geval de opdrachtgever. Ja, dus je voegt meer toe aan je oorspronkelijke plannen zonder dat daar een normale besluitvorming over plaatsvindt. Vindt u projectvervaging of open einde project een goede? Nou, u zei geloof ik vorige keer uitdijen. Dat vond ik wel een aardige, want dan zie je het ook echt zoals dat echt gebeurt. Echt gebeuren. Ja. Maar dat is dus een van die problemen. En u zegt daarbij, hoor ik u net zeggen, zolang je dat allemaal als partijen maar goed bewust bent, is er nog niet eens zoveel aan de hand. Maar als we nou naar concrete dingen kijken, ik roep maar wat hoor, theoretisch. Een Tweede Kamer die zegt dan en dan moet het af zijn. Een minister die te voorzichtig is om tegen die Kamer te zeggen, je kan de bomen in, dat redden we niet. En een ambtelijk apparaat dat vervolgens zegt, ja hoor, dat gaan we keurig uitvoeren. En dan worden bij die IT'ers neergelegd. En maakt niet uit wat het kost, ga maar aan de slag, huur maar in. Want zo gebeurt het toch?
Een punt daarbij wordt onmiddellijk dat het maakt niet uit wat het kost, helpt niet altijd. Hè? Zelfs dat niet? Nee, want een van de dingen bij IT is, je kan, als je meer mensen op een project zet, dan wordt de productiviteit lager. Niet eens alleen bij personen, maar op een gegeven moment zelfs voor het hele project. Dus ja, sommige dingen. Een collega van mij die zei altijd van, ja, je kan wel proberen om een kind in minder dan 9 maanden op de wereld te zetten, maar dan krijg je toch iets wat je niet wil. Het is een heldere vergelijking. Nou ja. Ja, zo is het toch bij IT ook wel. En die 9 maanden is ook niet zo onredelijk, zal ik maar zeggen. Als je binnen 9 maanden iets belooft, dan moet je je vraagtekens daarbij stellen. Mevrouw Barselt, tussendoor. Ja, ik wil nog teruggrijpen op iets wat u eerder zei. Want u zei een verschil tussen de overheid en het bedrijfsleven is dat in het bedrijfsleven vaak de financiële kant leidend is en dat bij de overheid het ook gaat om andere doelen zoals ouderenzorg, wet maatschappelijke ondersteuning. Als het gaat om dat uitdaging van het project en bijvoorbeeld meer mensen maakt het project wel duurder, maar niet per se efficiënter. Loopt de overheid dan een groter risico om in die valkuil te trappen omdat financiële motieven niet altijd leidend zijn? Nou, dat zou kunnen. Ik denk wat het ook wel complex maakt is dat het opdrachtgeverschap niet altijd helder is belegd. Kijk, in het bedrijfsleven geldt, als jij een project aanneemt, dan weet je wie de opdrachtgever is. Dus als jij het even niet meer weet, dus je moet afwegingen maken, dan ga je naar die opdrachtgever en dan zeg je van, kan je me helpen bij kiezen? Bij de overheid heb je niet altijd die ene opdrachtgever. En ja, dat maakt het lastig om dit soort afwegingen te maken. En als er dan ook nog, als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen iets financieels en iets niet financieels, ja, dan wordt het wordt meer dimensionaal en daarmee complexer. Goed. Een veelgenoemd mogelijke remedie om de problemen van dat uitdijen te voorkomen is wat in uw wereld de agile ontwikkelmethode wordt genoemd. Wij proberen dat te vertalen met stapsgewijs. Dus een kleinere brok pak je aan en je gaat pas verder als je die hebt opgelost. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Wat vindt u van die techniek? Kunt u er iets meer over vertellen? En is het zinvol om van de overheid te eisen? Niet altijd en per definitie, zeg ik er meteen bij, want je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar in zijn algemeenheid om die techniek in ieder geval zeer serieus te overwegen toe te passen. Nou, misschien is het dan handig om eerst even agile met traditionele methodes te vergelijken. Agile wordt in IT ook wel lenig of flexibel genoemd, dus dat je wat wendbaarder bent. En dat is eigenlijk de behoefte daaraan, die kan je je heel goed voorstellen, omdat projecten heel lang duren vaak. Dus traditionele projecten, dat noemen wij dan watervalprojecten. En dat is omdat je 3 grote fasen binnen zo'n project hebt. Je hebt specificatie waarin je beschrijft wat je wilt hebben. Je hebt bouw, softwarebouw en je hebt testen. En in de traditionele methode doe je die achter elkaar. En als je dat in een tijdschema weergeeft, dan zie je zo'n waterval ontstaan. Daarom heet dat de watervalmethode. En Agile is eigenlijk geboren uit de behoefte om die lange projecten in kleinere stukken op te delen, zodat je vaker resultaten ziet. Wat ook voor Agile geldt, is dat de betrokkenheid van de opdrachtgever of de eindgebruiker veel groter is. Je hebt meestal wat dan heet een sprint en die duurt 6 weken of 8 weken. En in die tijd ga je eigenlijk door zo'n watervalletje heen. Dus je beschrijft wat je wil hebben, je bouwt het en je test het. En daar is de opdrachtgever en de gebruiker veel meer bij betrokken. Terwijl bij de traditionele methode is de opdrachtgever aan het begin betrokken en vaak op het eind. En die tussenliggende periode is dat contact gewoon erg weinig. Of kan erg weinig zijn. Nou, het is dus vooral uit die behoefte geboren om sneller te kunnen opleveren. Nou, ik denk dat dat een gerechtvaardigde behoefte is. En dat sneller opleveren, dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Dat is gewoon één van de weinige bewezen methoden om betere software te ontwikkelen. Dus vaker opleveren, zodat je vaker laat zien wat er gebeurt. Dat is handig. Er zijn niet zo heel veel dingen in IT al daadwerkelijk onderzocht, maar dat is onderzocht en dat maakt het ook beter. En dus? Dus zou het opdelen van grote projecten in kleinere stukken met vaker opleveren, dat aspect van Agile
Dat is denk ik heel goed. Agile heeft nog een ander aspect, dat is namelijk doordat je veel meer contact met gebruikers hebt, ligt de nadruk ook heel erg op de gebruikerskant van systemen. En dat is vaak erg de buitenkant. Dus hoe de schermen eruit zien, heel belangrijk om er goed mee te werken. Maar er zit natuurlijk ook een technische ondergrond in. Ik denk niet, om een voorbeeld uit de praktijk van vandaag te noemen, dat gebruikers heel vaak zullen zeggen van laten we nu eens van Windows XP naar de volgende Windows versie gaan. Dat zal hen verder een zorg zijn. Maar het is wel belangrijk. En dat is de IT-inbreng. Bij een agile benadering bestaat de kans dat er wat heet technical debt, dus technologische achterstand gaat ontstaan. En dat is het nadeel van agile. Dus die snelle oplevering, dat is denk ik positief. Die technical debt moet je daarbij wel in de gaten houden. Die flexibiliteit is in ieder geval van groot belang. Ja. Nou, is een van de conclusies, mag ik toch wel zeggen, uit onze eerdere onderzoeken, dat dat dus ook heel nuttig zal zijn. Aan de hand van de cases die we hebben onderzocht. Maar, schrijft ons onderzoeksrapport, wat nog vrijgegeven zal worden aan het eind, het onderliggende materiaal, hierbij dient echter wel gerealiseerd te worden dat als je dat doet, die flexibiliteit, dat is prima, maar dat dat een prijs kent in termen van een langere doorlooptijd, mogelijk een hoger budget. En bovendien vergt dat een sterke invulling van het opdrachtgeverschap van het programmamanagement, dus in gewoon Nederlands, van die ambtenaren op het niveau waarin zo'n project ook wordt begeleid. Daar zit natuurlijk het volgende probleem. Als je dit doet, dan moet je ook wel weten waar het over gaat, hoe het in elkaar zit, ook op het niveau van degene die op zo'n departement het moet beoordelen. Ja, maar dat kan denk ik geen kwaad. Dat kan geen kwaad, denk ik. Dat lijkt mij heel belangrijk. Nee, maar dat kunnen we dus kennelijk nu onvoldoende. Tenminste, dat lijkt te blijken uit wat wij hebben onderzocht. Nou, ik weet niet of je dat in zulke algemene termen zou moeten kennen, maar ik denk dat een van de voordelen van Agile, ook in het bedrijfsleven trouwens, is die veel grotere betrokkenheid van degene die het moet gaan gebruiken en degene die het bouwt. En daardoor krijg je gewoon betere spullen. Ik ben het niet direct ermee eens dat dat per definitie meer tijd en geld kost. Ik weet niet of je krijgt wel wat anders, want je krijgt dus na 6 weken of na 8 weken wordt iets opgeleverd. En daarna sla je wellicht een iets andere richting in dan je in zo'n project van 5 jaar gedaan zou hebben. Dus je krijgt wat anders. Of dat in totaal minder geld kost, minder functionaliteit oplevert, dat zou ik niet zomaar durven zeggen. Maar in ieder geval krijg je niet 5 jaar verder iets wat je eigenlijk niet gehad had willen hebben. Nee, dat zou je daarmee moeten voorkomen, ja. Van Fokker. Ja, maar als we dan toch nog even weer teruggaan, want we hadden het zojuist ook al over de regierol. En als je dan naar de Agile kijkt, dan wordt dus die regierol, waar we het al over hadden gehad en die hier en daar wat problematisch is, die moet juist des te beter worden ingevuld om Agile tot een succes te maken. Begrijp ik het op die manier goed of nou, zit het anders in elkaar? Wat mij betreft is het probleem met de regierol dat die niet gedefinieerd is. Dit is de opdrachtgeverrol, die bepaalt namelijk wat het doel van het project is. En in concrete termen. En die concrete termen, dat is denk ik vaak het probleem. Ik denk dus dat de verantwoordelijkheid voor het definiëren van het projectresultaat, dat ligt bij de opdrachtgever. In die termen dat een opdrachtnemer ermee aan de gang kan. Nou, die helderheid, misschien dat je die bij Agile meer krijgt, dat is moeilijk om in algemene termen zo te zeggen. Dat heeft denk ik niet zo heel veel met zo'n regierol te maken. Het gaat er vooral om dat die verantwoordelijkheid voor het helder definiëren van wat er gemaakt moet worden, dat die belegd is. En dat is normaal gesproken een opdrachtgevertaak. Collega van Meijnen. Ja, het woord is al een keer gevallen, enthousiasme. Zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Rekenkamer, als ook ons eigen onderzoek laten zien dat bij de overheid nogal eens sprake is van een ICT-enthousiasme. Nou bent u, en dan met name gericht op kostenreducties, bent u professor in de waarde van IT. Klopt dat beeld? In hoeverre verwacht de Rijksoverheid te veel van de inzet van ICT? Nou, laten we het zo zeggen. Ik denk dat er veel verwacht wordt en dat er ook veel verwacht mag worden. Er zijn ook veel kansen die je met IT zou kunnen nemen. Dus ik zou het jammer vinden als het IT-enthousiasme, als dat zou verdwijnen. Maar ik denk, ik zou dan liever
willen streven naar een IT-realisme. Waarbij je dus wel blijft kiezen voor IT-oplossingen. Ik denk als je kijkt, dan is ons land daar wel goed voor gepositioneerd. Internettoegang in Nederland is geloof ik nummer 3 van de wereld of zo. Dus als je nou ergens de kansen van IT wilt benutten, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven, dan is Nederland daarvoor geschikt. En die infrastructuur die ligt er niet als vanzelf, dus dat hebben we met z'n allen voor elkaar weten te krijgen. Dus ik denk dat er kansen liggen inderdaad voor het elektronisch zaken doen of de e-overheid, de elektronische overheid. Dus ik zou het jammer vinden als het IT optimisme of enthousiasme zou verdwijnen. Maar de verwachtingen moeten denk ik wel realistisch zijn. En dat zijn ze blijkbaar niet altijd. Dat constateert inderdaad de Rekenkamer en inderdaad ook nog wel anderen. Dat kan ik me voorstellen. Dat zijn de Rekenkamer, maar u bent, mevrouw Sneller, ja. U bent hoogleraar daarin. U heeft daar vast ook een opvatting over. Ik denk inderdaad dat er een aantal risico's zijn aan die elektronische overheid waar je expliciet rekening mee zou moeten houden. Ik denk ten eerste techniek zelf. Hè. We zijn technisch inmiddels heel ver, maar dat wil nog niet zeggen dat alles kan. En niet alles kan ook morgen. Realistische verwachtingen, met name in de tijd, zijn denk ik heel, heel belangrijk. Ten tweede hebben we het al eerder gehad over IT-deskundigheid. Om dat allemaal neer te zetten is IT-deskundigheid nodig, zowel specialistisch als in het leggen van de verbinding tussen wat je wilt bereiken en hoe je dat dan vertaalt naar IT. Dus het is niet alleen het technisch specialist, maar ook de IT-kennis van de niet-specialist. Dat is denk ik een belangrijk punt. En wat denk ik ook belangrijk is je vraagt van de burger waarmee je je transacties doet of je interactie doet, ook een verandering. Dus je vraagt van de burger dat die wat dan bij de overheid heet, in het bedrijfsleven heet, dat die via een ander kanaal zaken gaat doen. Dus waar je vroeger naar een winkel of een kantoor ging, of persoonlijk bezoek kreeg of zelf op bezoek kwam of een brief kreeg, ga je nu elektronisch zaken doen. Dat is een verandering en daar is ook wel wat onderzoek naar gedaan, onder meer door de ombudsman. Dat is niet 95% van de burgers in dat onderzoek, 65.000 respondenten, echt heel veel, zeiden dat ze naast het elektronische kanaal, waar ze ook wel voordelen van zagen, toch ook met mensen zaken willen blijven doen. Het is niet alleen het technisch neerzetten, het is ook die verandering bewerkstelligen. Want als je dat niet doet en mensen blijven de bestaande kanalen gebruiken, dan heb je dus alleen maar een extra kanaal geïntroduceerd, maar verder eigenlijk weinig veranderd. En die verandering, dat is denk ik nog wel iets waar aandacht aan besteed moet worden. Nou, dan komen we bijna als vanzelf op de vraag in hoeverre u de ambities van het Rijk als realistisch beschouwd om per 2017 de diensten van de Rijksoverheid digitaal te kunnen afnemen. Want dat is nu de ambitie. Ja, ik denk dat het ambitieus is, zeker in de tijd gezien. Ja. Aan de andere kant, als je ziet wat er in de interactie tussen consumenten en bedrijven gebeurt. Bij telecomoperators, daar is iets van 30-40%, en dit is al een aantal jaren geleden, van de nieuwe klanten komt binnen via het internet. Dus dat gaat heel hard. Bij verzekeraars heb je dezelfde soort beweging. De burger die wil wel, zal ik maar zeggen. Dus het is ook niet per definitie onmogelijk. Waarbij ik denk dat 2017 wel erg optimistisch in de tijd is. Nou ja, u pleit er zelf voor realisme. Hè? De overheid zal wellicht ook naar u willen luisteren. Is het nu realistisch om dat in 2017 te verwachten, ook gezien de ervaringen tot nu toe, of niet? Ik denk dat het realistisch is om in 2017 iets te hebben waarmee die elektronische overheid weer een stap verder is, of zelfs heel ver is. Ik denk niet dat het realistisch is om te vermoeden dat in 2017 die andere kanalen al uitgezet kunnen worden. Dus dat je geen kantoren meer hoeft te hebben en geen brieven meer hoeft te sturen. Dat lijkt mij onrealistisch.
Ja, inderdaad. En wanneer dan wel? Ja. Gezien uw ervaringen, waar moeten we op rekenen? Nou, ik weet niet of je... Dat is een scenario denken. Hè? Ik denk als je dat vertrouwen van de burger in die elektronische overheid kan beïnvloeden en kan vergroten, dat het dan veel sneller gaat dan als daar weerstand gaat ontstaan. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Is de overheid in staat om de burger te verleiden naar dat elektronische kanaal toe? Of gaan daar dingen fout? Zijn er slechte implementaties? Waardoor juist weerstand ontstaat. En ik denk dat dat heel erg bepalend is voor het succes en de haalbaarheid van het uitzetten van andere kanalen. U zegt, doe het nou eerst maar eens goed voordat je een realistische planning kan afgeven überhaupt, want je moet die burger verleiden. Nou ja, ja, kijk dus niet alleen naar de techniek, want de techniek, kijk, als een telecomoperator met 5,5 miljoen klanten het kan, dan moet de overheid met 16 miljoen klanten het ook kunnen. Hè? Als ik dat even, dus die techniek die kan dat nu wel, maar er komt meer kijken dan alleen maar techniek. En dat is denk ik een belangrijk punt daarin. Is dit misschien ook een typisch voorbeeld van iets wat je volgens die stapsgewijze methode zou moeten doen, agile? Maar ik denk dat als je dat kan, dan zou je dat wat mij betreft altijd moeten doen. Dus wel stapsgewijs, niet per definitie agile, want je moet ook goed naar de techniek kijken. Maar wel zo dat je inderdaad klein begint. Ik denk dat dat altijd aan te raden is. Urbeld? U hebt bij bedrijven gewerkt met veel klantcontacten. Wat denkt u wat er nou met de overheid gaat gebeuren als zij 2017 gewoon vasthouden? Wat voor scenario krijgen we... Dan gaan er in één keer heel veel IT'ers, moeten dat op het eind allemaal, gaat het duur worden, wordt Nederland ontevreden? Ik denk als er ergens iets misgaat, bijvoorbeeld met de privacy of een systeem is lange tijd uit de lucht, dan gaat de overheid, of de burger die daarvan afhankelijk is, hè, ik bedoel, die doen dat ook niet voor hun lol, die moeten... een uitkering uitvragen of een belastingaangifte doen of weet ik wat. Dat zijn belangrijke processen voor een burger. En als die dat niet kan doen omdat het elektronisch kanaal niet werkt, dan gaat er weerstand ontstaan. En dan krijg je dus het scenario van dat de consumentenorganisaties gaan zeggen van ja, we willen alle kanalen in de lucht houden. Dan krijg je zo'n soort werking, denk ik. Maar goed, dit is koffiedik kijken. Dus dat is een beetje moeilijk om daar concreet in te worden. Maar ik denk wel dat die weerstand of dat verleiden naar het kanaal toe, dat heel, heel wezenlijk is. En dat het verschil maakt tussen succes of geen succes. Ik wou nog even met u hebben, als u het goed vindt, over de nut en de noodzaak van certificering van IT-professionals in Nederland. Daar heeft u vast een mening over, ook als oud-voorzitter van de beroepsvereniging. Mag ik u die kort vragen? Ja, misschien is het aardig om in dat verband te zeggen dat ik lid ben van actief ben geweest in twee beroepsverenigingen. Namelijk in de beroepsvereniging van IT'ers, waar certificering niet zozeer aan de orde is. En de beroepsvereniging van registercontrolers, daar ben ik lid van de Raad van Advies geweest. En daar is een keurmerk, een dienstmerk, dat is de RC-titel. En is dat verschil te rechtvaardigen? Kijk, er zijn meerdere financiële keurmerken en IT zou je er ook niet één kunnen hebben. Maar ik denk wel dat de actieve bewaking die hoort bij zo'n keurmerk, dat voor de IT-sector van belang zou kunnen zijn. Omdat ten eerste is het van belang dat je eenmalig het papiertje haalt. Hè? Dus dat je als je, weet ik het, ergens tussen de 22 en de 30 bent, dat je dan... je diploma's, of zelfs nog jonger als je HBO of MBO doet, dat je je diploma's hebt. Maar goed, we moeten allemaal doorwerken totdat we 70 zijn. In het extreme geval dat je op je 16e een papiertje haalt en tot je 70ste niks aan opleiding doet, ja, in IT is dat ondenkbaar. Dus die aandacht voor permanente educatie en ervoor zorgen dat je vakkennis op peil blijft, bewijsbaar op peil blijft, dat vind ik inderdaad heel belangrijk. En ik... Moet daar een verplichting aan worden gehangen? Nou, ik denk dat het heel erg zou helpen. Ik ben altijd heel erg van gebruik weer het woord verleiding, maar in elk geval de goede richting op laten bewegen. En ik denk dat het erg zou helpen als opdrachtgevers zouden kijken naar de mensen die zij inhuren, of die inderdaad aan de kwalificaties voldoen.
En ik weet, de Engelse overheid heeft daar samen met de grote inhuurders en de grote aanbieders daar veel aandacht aan besteed. En de beroepsvereniging in Engeland, als ik in Engeland zeg dat ik voorzitter van de beroepsvereniging ben geweest, dan gaat de rode loper uit. En hier is het gewoon een hele drukke vrijwilligersbaan. Heel erg leuk om te doen, hoor. Maar ja, daar gaan je avonduren in zitten en dan word je overdag ook gebeld terwijl het niet kan en zo. Dus dat heeft een ander soort status hier in Nederland. En ik denk dat het heel goed zou zijn als die permanente educatie, bewijsbare permanente educatie door middel van certificering, gestimuleerd door grote opdrachtgevers zoals de overheid, dat dat een groot goed voor Nederland zou zijn, voor de IT-kennis. Hoogleraar Verhoef schreef, het begrip software engineer is geen beschermde professie. Iedereen kan en mag dit doen. Is ook helemaal niet verboden. Je moet je afvragen of je dat in deze setting nog wel wil. Als je naar de huisarts gaat, kun je ervan uitgaan dat die huisarts ergens gestudeerd heeft en het wel zal weten. Als je naar een willekeurig IT-bedrijf gaat, ligt dat anders. We hebben veel te veel voorbeelden waaruit blijkt dat ze het niet weten. En op een ander moment schreef hij, op alle vlakken bij de overheid en in de IT-branche is sprake van flagrant amateurisme. Hij pleegt zich wat scherper uit te drukken dan u doorgaat. Ja. Maar herkent u zich niet te min in wat hij naar voren brengt? En is dat niet zorgelijk? Nou, ik heb eerder al gezegd, ik denk dat het gebrek aan IT-kennis in Nederland zorgelijk is, inderdaad. En doordat er dan toch heel veel, er is natuurlijk toch heel veel vraag. Dus het is ook erg verleidelijk om mensen in te zetten die wellicht niet helemaal aan de kwaliteitseisen voldoen. En ja, dat vind ik zorgelijk inderdaad. En dat is niet goed voor het vak, want je krijgt er een slechte naam door. Hè? Chris Verhoef heeft het inderdaad in wat duidelijker termen gezegd dan ik pleeg te gebruiken. Maar het is slecht voor de naam van het vak en het is slecht natuurlijk voor de opgeleverde producten. Dus ik ben het daarmee eens dat daar meer aandacht voor moet zijn. Aanvullend nog iemand? Dan gaan we naar de heer Van Meenen voor de afsluiting. Ja, u heeft, dat we wel kunnen zien, nagedacht over wat wij u zouden kunnen vragen, u daarop voorbereid. En dank daarvoor. Zijn er ook nog vragen die wij u wel zouden moeten stellen en die we u nog niet gesteld hebben? Zodat we van uw antwoorden weer kunnen genieten. Er zijn twee dingen die ik wellicht nog even aan de orde zou willen stellen. Kijk, ik denk, er wordt nu ook in dit onderzoek en ook in eerder onderzoek van de Rekenkamer en andere partijen erg veel teruggekeken. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook vooruit gaan kijken. Dus dat je dus niet alleen kijkt naar waar het fout is gegaan. Daar kan je van leren natuurlijk om een soort noodzakelijke voorwaarden van echt domme dingen dat je die niet doet. Maar ik denk dat er ook heel veel te leren zou zijn van waar het goed is gegaan. Want het is echt niet zo dat bij de overheid of in het bedrijfsleven alle projecten mislukken. En dat soms ontstaat wel een beetje die indruk. Nou, dat is zeker niet het geval. Er moet ook te leren kunnen zijn van projecten waar het goed is gegaan. En dat is wel iets wat mij interesseert en wat denk ik goed zou zijn om daar meer naar te kijken. Dus mijn aanbeveling zou zijn om, waar nu vooral naar projecten is gekeken waarbij het misschien niet helemaal goed is gegaan, ook te kijken naar projecten waarbij het wel goed is gegaan en daar dan van proberen te leren. Dus welke zijn dat? Ja, bijvoorbeeld. Nou, als ik dan een paar voorbeelden mag noemen. Ik heb vooral veel onderzoek naar ERP-systemen gedaan. Dat zijn grote administratieve systemen. En daar komen altijd de drama's naar buiten. En die zijn dan ook wel echt behoorlijk dramatisch, hoor. Maar ik weet bijvoorbeeld, de provincie Noord-Brabant heeft al sinds 96 ERP. Altijd op tijd, altijd binnen budget, steeds meer gebruikers. Even toelichten als u wil, ERP. Dat is je administratie gekoppeld aan je andere taken. Dus als jij dan bijvoorbeeld iets bestelt, je bestelt een bloknoot, dan komt dat automatisch in je administratie terecht als kosten. Ik zeg het even heel simpel. En de bekendste leveranciers zijn SAP en Oracle. Dus SAP zegt veel mensen wel wat. Administratieve automatisering is het. Vaak. En logistieke automatisering. Ja, dat in Noord-Brabant gebruiken ze dat al 15 jaar. Altijd op tijd, onder budget en weet ik wat allemaal. Ik had dat een keer gezien, dus ik belde zo iemand op. Want die had dat netjes allemaal zijn projectverslag op het internet gezet. Ik belde hem op en hij zei van, goh, zijn er mensen die dat lezen? Die was helemaal verbaasd. Terwijl ik denk dat die provincie daar best heel trots op mag zijn, zoals dat daar altijd goed gaat. Dus ik denk,
Naast ieder voorbeeld waar het fout gaat, wat natuurlijk nieuwswaarde heeft, is wat leuker is. Zijn er ook voorbeelden te vinden waarbij het goed gaat. Dat is niet zo sexy, maar je kan er misschien wel veel van leren. Dus dat is één punt wat ik belangrijk vind. Misschien mag ik u dat punt namens de commissie geruststellen. Wij zijn voornamelijk op zoek naar een soort rode draad in wat er dan is misgegaan in wat we hebben onderzocht. Met de bedoeling om te komen tot het voorkomen daarvan. Ja. En niet om tot op drie decimalen achter de komma uit te vlooien wanneer in welke week wat waar 16 jaar geleden fout gegaan is. Ja. Dus wat dat betreft kan ik u denk ik wel enigszins geruststellen. U zei wel in de bijzin, ja, de echt hele domme dingen moet je niet meer doen. Geeft u nog eens een voorbeeld van een echt heel dom ding dan? Ik denk dat er een paar dingen zijn die voortdurend terugkomen, ook in die opeenvolgende rapportages. En dat stelt mij dan wel een beetje teleur, want het eerste mislukte IT-project bij de overheid was in 1923. Toen heeft namelijk de Postcheck en Giro-dienst geprobeerd te automatiseren, dat is niet gelukt. Het is nu nog net geen 100 jaar later, maar wel 90 jaar later. Dan is het wel een beetje teleurstellend dat we diezelfde fouten blijven maken. Het is dezelfde fout die we in 23 maakten. Soms zie je, als je die opeenvolgende rapportages ziet. Nou, wat ik bijvoorbeeld bijzonder vind, en dat is ook wel een verschil tussen het bedrijfsleven en de overheid. Als je wat dan heet auditbevindingen hebt, hè, dus je hebt een auditor langs gehad, bijvoorbeeld de rekenkamer. In het bedrijfsleven is dat bijvoorbeeld de accountant of de IT-auditor. En die heeft bevindingen. Die worden meestal geclassificeerd. Hè? Dus je hebt de belangrijke bevindingen. Als je die niet oplost als manager, IT-manager of wat dan ook, ja, dan heb je echt wel een probleem, hoor. Dat is niet goed voor de duur van je arbeidscontract, zal ik maar zeggen. In die rekenkamerrapporten, wat ook auditrapporten zijn, zie ik dezelfde dingen terugkomen. En dat vind ik dan teleurstellend. Daar zou je denk ik toch als controlerend orgaan, bijvoorbeeld de Kamer, meer bovenop moeten zitten. Ja, nog even terugkomen tot dat punt van kijken naar projecten waar het niet goed is gegaan. Daar kan je wel bepaalde dingen van leren. Maar fouten niet maken wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat je het goede doet. Dus daar zou je van projecten waar het goed gaat nog kunnen leren. Nou, daarom spreken wij ook met mensen zoals u om dit te horen. En als u nog meer goede voorbeelden heeft, dan kunnen we die ook buiten dit overleg nog van u horen. Maar ik heb er nog wel één vraag over als dat mag. Wordt er überhaupt voldoende geleerd, ook in de ICT-sector zelf, maar ook door de overheid? Worden good practices, goede praktijken, maar in het Nederlands gezegd, zoals u die noemt, worden die ook echt actief uitgewisseld? Leert men nu op dit moment van elkaar? Ik denk dat daar de beroepsverenigingen een belangrijke rol hebben. Dus dat is waar je elkaar en ook organisaties als CIO-platform, CIO-nets, daar spreken CIO's met elkaar. Je hebt de beroepsverenigingen waar de professionals met elkaar spreken. Je hebt daar allerlei. Maar waar leert de overheid? Waar zit die in dat spel? Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik denk ICIO, dat is het overleg van de CIO's van de Rijksoverheid. En ik weet dat daar veel aan opleiding en ervaring, uitwisseling wordt gedaan. En dat dat ook als heel positief wordt ervaren. Dus dat gebeurt wel, ja. Zullen we later nog vaststellen. Dank u wel. Voorzitter, sluit u af. Mag ik nog één punt noemen? Ja, zeker. Ik denk dat het ook belangrijk is om, waar de nadruk vaak ligt, als je kijkt naar projecten, op alleen maar de tijd, geld, kwaliteit van de projectfase, dat het belangrijk is om naar de hele levenscyclus van een project te kijken. En misschien kan ik dat aan de hand van een voorbeeld te illustreren. Kijk, als je een project hebt wat 100 miljoen gaat opleveren en het zou 10 miljoen gaan kosten. Het is klaar na een jaar, maar het heeft 20 miljoen gekost. Maar je gaat onmiddellijk die 100 miljoen per jaar verdienen. Hè? Ja, dan is het natuurlijk heel vervelend dat je die 10 miljoen aan extra kosten hebt gehad. Maar in feite ga je er 100 miljoen mee verdienen. Dus het weegt nog steeds wel goed tegen elkaar op. Aan de andere kant, als je een project hebt van 10 miljoen, wat 1 miljoen per jaar gaat opleveren, en dat gaat ineens 20 miljoen kosten, dan heb je een heel ander geval. Dus de aandacht gaat nu heel vaak uit naar die overschrijdingen in tijd en geld. Terwijl ik denk dat het belangrijk is om die altijd te relateren aan de projectdoelstellingen en daarmee de zwaarte te bepalen. En dat is iets wat ik af en toe wat onderbelicht vind in de dingen die hier aan de orde komen. Ook deze nuancering nemen we graag van u mee. Ik dank u zeer namens de commissie.
voor uw inzet. En ik schors de vergadering tot 11:30, wanneer wij doorgaan met ons volgende openbaar gesprek.